Goedemorgen, welkom bij deze Bitcoin update. Ik praat iets minder hard omdat mijn vriendin nog ligt te slapen. Maar wat ik wel even wilde laten zien is dat er weer wat er goed bijgeschreven kan worden. 0,005 BTC is de huidige balance die ik heb. Bitcoin waarde op dit moment $4,309. Dus ik dacht laten we dit ook gewoon even in een Bitcoin update gaan bijkopen. Even kijken, zo, op een 005. Zo, proceed. Select payment method from balance. En dan zitten we nu op 21,77 terahertz per seconde. Voeg ik die hier ook even in. Zo. Als die het doet. Zou de maandelijkse waarde op €351,95 moeten zetten. Nou, het is in werkelijkheid... En dat zie je al veel meer. Ik hou de negatieve inschatting, want dan kan het uiteindelijk ook alleen maar meevallen. En wanneer zitten we op de 500 terahertz per seconde? 1,10 nog steeds, maar we komen steeds dichter bij 1,9. Dus het gaat in ieder geval heel hard de goede kant op. 21 terahertz. Wat ik ook even wilde laten zien, daar wil ik het vandaag bij laten, is wat je kunt doen als je die free bitcoins dus hebt en krijgt. Met de reward points. Ik ben ze aan het opsparen. Ik wil tot de 100.000 komen en ze dan laten omzetten in bitcoins. Maar wat je ook kunt doen is met je reward points extra reward points krijgen. Bijvoorbeeld 100 reward points extra per gold voor 1200 reward points. Dan moet je dus wel even rekening houden dat je er wel minimaal 13 keer moet klikken om dat er echt uit te halen. Wat je ook kunt doen is het gebruiken als een free BTC bonus. En bijvoorbeeld een vertienvoudiging van het aantal BTC's als de laatste reward. Ik doe dat ook niet. Ik laat hem gewoon uiteindelijk omzetten in Bitcoin. Als ik 100.000 reward points heb, ik heb er nu 15.000. Dan gaat dat naar 0,1 en dan een 2 BTC wordt dat omgezet. En dat is eigenlijk het verhaal. Ik praat wat zacht, omdat mijn goedemorgen Leroy trouwens, ik praat wat zacht omdat mijn vriendin nog ligt te slapen. Wat ik al zeg, ik hou hem heel kort, ik ga nog heel even naar de XBT-site gaan. Dan kun je dat ook zien, wat daar allemaal gebeurt. Nou, we zien nog steeds een hele... hele ruime acceptatie van de New York Agreement. Het laatste blok is ook New York Agreement. Antpool ook. Deze ook. De meeste hoor, volgens mij bijna allemaal nu. Alleen wat is het? Slushpool volgens mij niet. Misschien zijn die ook bijgedraaid. Nee, Slushpool nog steeds niet. Dat is het voor de Bitcoin update voor vandaag. Morgenochtend ben ik er weer met een gewone Bitcoin update. Vanaf de andere computer met een betere microfoon en met een betere geluid. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende Bitcoin update. Duimpjes omhoog, hoe dan ook gewaardeerd. Dankjewel en tot ziens.